In het Stedelijk Museum in de Prinsenstraat exposeert momenteel Guda Koster met Extraordinair. Bijzondere figuren waarbij textiel een belangrijke rol speelt. Het is een dubbel expositie. Eén van de objecten is te zien in het kunsttorentje aan de Egbert Gortestraat. Voorafgaand aan de opening deden de kunstenares en haar partner een performance in de galerij. De tentoonstelling is tot en met 3 april te zien in het Stedelijk Museum. Guda Koster, wat voor kunst maak jij eigenlijk? Dat is moeilijk. Eigenlijk maak ik van alles. Ik maak sculpturen, foto's, performances, mini-sculptuurtjes. En eigenlijk draait het allemaal om textiel, omdat ik textiel zo'n mooi materiaal vind. Textiel ademt, textiel is menselijk. Textiel is kwetsbaar en ook heel sterk en iedereen heeft het om zich heen. En zoals je kunt zien hier, zie je eigenlijk altijd benen of armen, maar nooit een gezicht. Omdat ik vind dat een gezicht, als je met iemand praat, dan let je altijd op de mond, op de ogen. En daar gaat het dan om. Maar als je naar mijn werk kijkt, dan gaat het en om de vorm, om de kleuren, om de textuur, om het materiaal. Om de armen en om de benen. Zeg maar, als ik nou kijk naar die figuur daar achter je, wat is de boodschap dan? Nou, ik had een keer een meneer in mijn atelier die zei van, hey, het is een voetbalclub. Maar ik weet eigenlijk niet welke voetbalclub geel-groen is. Maar die had echt zoiets van, oh ja, het is een heel sportief iemand. Waar worden jouw objecten tentoongesteld? Het is natuurlijk nu in Almelo, maar over een tijdje in Haarlem en in september in Frankrijk, in Clermont-Ferrand. En daarna gaat de tentoonstelling naar Litouwen. Ja, dus. Kun je ervan leven? Het gaat eigenlijk hartstikke goed met mijn werk. Ik verkoop mijn foto's. Daarachter zie je in de vitrine mini-sculptuurtjes staan, die verkoop ik ook. Maar ik geef ook les. En ik coördineer een particuliere kunstopleiding. Het zit soms ook in mijn projecten. Weet je, dat ik een soort community art projecten doe. En ik vind het heel leuk om mensen een soort zelfvertrouwen te geven. Dat ze eigenlijk veel meer kunnen dan dat ze denken. Okay. Op beeldend gebied. Je bent hier zeker helemaal thuis in Almelo Textielstad. Ja, ik ben, wat ik al zei, textiel is, daar ligt wel mijn hart. Het is een mooi materiaal, wat ik al zei, het is kwetsbaar. Het is sterk, het is menselijk, het ademt, het leeft.